You ain't nothing but a hound dog. Dit zijn Jill en Xander. Ze leerden elkaar kennen dankzij een gemeenschappelijke obsessie. Ze zijn namelijk allebei superfan van Elvis Presley. Een dag zonder de King is een dag niet geleefd. Ze trachten dan ook hun eigen leven. Nee, Gunther. Ja? Hallo? Nee. Oei? Nee, dat is niet waar. Nee. Van wie dan wel? We zijn fan van Steven van Herrewegen. Ah, oei, sorry. Ja, oké, dan zijn hier geen voice-overs nodig, hè. Ja, dan ben ik maar eens weg, hè. Dag. Sorry. Welkom bij Ja, Stilletjes, het programma waar je op school. Oh, ze hebben de knuffel van het zander. Ja. En dat daar, hè. Dus kunnen we heel veel en kleine verhalen achter bekende en minder. Niemand kan zoals Steven dat kan. En hij ziet er weer goed uit, hè. Maar als voor straks eerst... Ja, dat toch één van mijn... favoriete lichaamsdelen van Steven Herrewegen zijn wenkbrauwen, die vallen toch altijd op. Trekt een beetje op twee rupsen die met elkaar aan het vechten zijn. Heb jij een favoriet onderdeel aan Steven? Ja, uiteraard. Mijn favoriet onderdeel aan Steven ben ik zelf. Ah. Ik ben Steven Herrewegen. Ja, wij hebben ook naar superfans gekeken. En we willen ook duidelijk maken aan Kijkend Vlaanderen, wij zijn fan van Steven van Herrewegen en verkleden ons graag als Steven van Herrewegen, maar wij zijn niet Steven van Herrewegen. Juiste, Gilles? Sorry, ik weet niet waar je het over hebt. Ik ben Steven van Herrewegen. Nee, het is Gilles van Schuilenberg. Iedereen houdt van Steven van Herrewegen. Wie is er nu niet verliefd op Steven? Alright, baby. Nee, ik heb een show gemaakt met Gilles van Schuilenberg, niet met Steven van Herrewegen. Wil je naar het Zottekot gaan met hun bril? Wauw. Bedoel je café Zottekot? Ja, we gaan nu gaan kijken naar onze Stevenkamer, waar we allerlei spulletjes van Steven van Herrewegen verzamelen. Komt u maar mee. Welkom in de Stevenkamer. Kijk, zoals u kan zien, onze collectie is niet zo groot. Het bestaat uit een paar magazinecovers met telkens ja, Steven uiteraard. Als pronkstuk hebben wij wel een magazinecover laten uitvergroten, zodat we ja, toch Steven een klein beetje dichter bij ons hebben. Maar ja, tot zover feitelijk ongeveer onze verzameling. We hebben ook nog een Steven hier, maar ja, dat is niet zo heel belangrijk. Kom. Daarom willen wij ook bewijzen, daarmee willen wij bewijzen dat superfans mensen freaks zijn. Kijk, dat eigenlijk bepaalde freaks overdrijven in hun collectie. Als we stil zijn, denkt hij dat we weg zijn. Moet Dippy doen. Het is gebeurd. Ja, als ik ooit moet sterven, moet het gebeuren door de armen van Steven van Herrewegen. Bedoel je niet in de armen van Steven? In de armen sterven? Nee, ik bedoel, ik wil fysisch gewurgd worden door de armen van Steven van Herrewegen. Sorry, maar dat vind ik erover. Sterven door, hij moet u dood doen. Ja, liever erin. Oh, okay.